Ik sta hier voor de kerk in de vesting. En dadelijk gaat de wethouder gaat aan de klok luiden. En dan is de dag van de kerk is geopend. Zo, de wethouder met echtgenoten is ook aanwezig. Het is hartstikke druk. Vreemde vogel, Michiel de Ruiter, goedemorgen. 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 Een lekker beentje opgeleukt met onder andere Teun Lagerweg aan de piano. Ja. Fantastisch dat dat nog steeds in stand is gehouden.
Dus complimenten vooraf. Ja, wat heeft de burgerlijke gemeente nu met de kerkelijke gemeente? Nou, je weet, formeel is kerk en staat gescheiden. Dat is zo. Maar er zijn natuurlijk heel veel dwarsverbanden. Als ik naar dit gebouw kijk, bijvoorbeeld, we gaan straks de klok luiden. Dan is de klok, de originele klok, in de Tweede Wereldoorlog gesmolten. En hoe vind je dat? Vind je het, is het zwaar? Nee. Nee, hè? Ik zie het aan je, samen met de wethouder. Zo. Top hoor, hé. Hey. Zo, laten we eens kijken naar de koepel, hè? Samenwerking. Nou, dat mag wel hoor. Dat kent u wel, hoor. Lekker soepie zo. Hotsepotso. Kijk. Lekker hoor. Tomatensoep. Oh, ga ik ook nemen. Erwtensoep. Helemaal voor deze tijd. Hotsie. Slagerij op de Barneveld. Hoi, zo lekker druk joh. Super. Kijk je dan. De brandweer is er ook bij je. Undercover. Mooi hoor. Oude horen. Nou, het is hartstikke druk. Het ijs is niet, vind ik persoonlijk niet helemaal 100%. Maar dat wil niet zeggen dat. Kijk. Bubbel. Maar het is super gezellig druk. Dat dan wel weer. Hoppata. Nou, het ziet er ontzettend leuk uit. Jammer dat het ijs een beetje aan het smelten is. Maar het mag toch niet te pret drukken. Goed zo. Kijk eens
Hallo, wat doe jij dat goed? Wow! Wel Facebook, hè? Ja, ja, ja. En dames, gaan we ervoor? Nee, want hier is echt een makkelijke. Nou, kijk, ik sta er ook op. Nee. Doorzakken, ken je niet? Nou. Want hier zit een vloer onder, heeft ze mij verteld. Dus. Ja, zeker. Ja. Maar vind je het wel leuk? Ja. En sneetjes. Is het de eerste keer dat jullie geschaatst hebben? Nee. Nee. Nee, wat nee, wat dan? Nou, we hebben hier al vaker geschaatst. Vorig jaar? Oh nee, vorig jaar niet, hè? Een paar jaar geleden wel. Oké. Okay. Nou, leuk. Succes, meiden. De sloot is toch de mooiste uitdaging, hè, jongens? Nou, ga je gang. Ja, ik sta aan te filmen, dus nou, laat maar. Mooi nou. Nee, dit is heel handig. Ga je springen, hè? Nee, joh. We weer een middag in koffie. Dat ook. Oh. Ben je het ijs aan het meten? Oh, kijk, die dames maken een mooi dansje. Mooi hoor. Kijk eens aan. Wow. Hartstikke idee. Mag ik eens vragen op filmpje, waar is dat nou voor? Dat is een wacht. Voor het andere kinderen niet even lopen. Oh, oké. Ja, het is... En vanavond proberen we nog te prepareren de baan. Goed, ja, maar dat weet ik, dat doen jullie gewoon, hè? We gaan proberen. Ja. We proberen morgen nog een keer open te doen. Dan kom ik morgen weer. Super. Dankjewel. Geweldig. Tot zover de ijsbaan in Oudhoorn. Zo, de ijsclub nooit gedacht in Oudhoorn. Nou, de ijsbaan is open, maar de ijsconditie is helaas niet meer als vanmorgen. En dat komt natuurlijk dat het zon er volop staat. Maar de mensen van het team van deze ijsmeesters, die gaan zeker vanavond de boel weer opkalevateren. Zodat er morgen weer lekker geschaatst kan worden. En ik had begrepen dat de temperatuur min 5 wordt. Dus dan wordt het ijs ook weer wat sterker. Ja,
worden de schaatsen allemaal ingebonden. Wil je hem wat schoonmaken? Voor mij zijn ze hartstikke nieuw. Ja, hè? Dit zijn de team. Dit is het team van de catering die zorgen dat de inkomsten binnenkomen. En het is nog lekker ook. Toch? Zo. Super goed hoor. Hallo. Van de week deed je het ook. Niet op het ijs. Ik doe niks joh. Kom maar. Nee, je moet niet op het ijs, dat moet je wel. Een beetje een groot stuk, hè? Zo. Doei. Ja, ja. Kom hier, hè, meisje. Ja, ik kan het niet nat maken van... Wat een gek geluidje maakt hij. Ja, het is een beetje te droog, hè? Ja. Ja, hou maar op, Ren. Zo, dat was hem weer. Uit een dag van Wil. Zaterdag 20 januari 2017. Aardig filmpjes, hè? In de kerk geweest. En daarna nog eventjes de zwaantjes gevoerd. Nou, hebben jullie wel gezien. Dat deed natuurlijk weer heel erg lelijk. En uiteindelijk nog eventjes op de ijsbaan geweest. In Oudehoorn. Nooit gedacht. Super gezellig. Morgen ga ik het denk ik weer even kijken. Nou, zoals jullie hebben gezien, het ijs was niet al te beste conditie. Maar goed. De mensen en kindertjes genoten echt in volle teugen. En daar gaat het toch om. Nou, ik zou zeggen, voor straks lekker slapen. Morgen allemaal weer hopelijk gezond op. En nou, tot morgen.